harte welkom. Het voetbalgedeelte zit erop van de Waardclub, maar daar hoort natuurlijk een prijsuitreiking bij. En die laten we natuurlijk niet zomaar in doen. Nou, we vragen graag u applaus voor de wethouder van de gemeente Heergewaard, Sondoes. Ja, dankjewel. Wat fantastisch dat we dit toernooi hebben kunnen doen als opwarmtje naar het nieuwe seizoen. En het is weer de zesde keer na de herstart dat de Waardclub heeft kunnen plaatsvinden. Ik ga meteen weer over tot de prijsuitreiking, want daar zijn we tenslotte voor gekomen. Ik begin dan met de meest scorende dames, de meest scorende speler. En dat waren de twee dit keer. Dat waren Ivanka Reus en Basile Konijn van KSV 3. KSV, elk drie doelpunten. Waar zijn Ivanka en Basile? Die zijn niet aanwezig, denk ik. Klopt wel. Marco! Zorg dat ze bij de dames terechtkomen. Dan ga ik over naar de prijsuitreiking van de dames. En op de derde plaats is geëindigd Jong Holland. Maar zij zijn helaas niet aanwezig vandaag. Dus die prijs die wordt opgestuurd of langsgebracht. De tweede bij de dames, dat is het dameselftal van WMC. Wie komt er weer op van spelen? Van harte gefeliciteerd. En dan het beste team van dit toernooi bij de dames, dat is KSV. Wie neemt hem in ontvangst? En van harte gefeliciteerd. En natuurlijk zijn we eigenlijk allemaal winnaars. Want zo'n toernooi is natuurlijk weer een feest om heerlijk te beleven en van te genieten met z'n allen. Dan ga ik over naar de heren. En dan begin ik ook met de meest scorende speler, de topscorer van dit toernooi. En dat is Floyd Groet van Rijgenboys. Met drie doelpunten. Floyd, ben je aanwezig? Geen Floyd? Wie van Rijgenboys wil die... Zorg maar dat hij terecht komt. Oké. Dan de zesde prijs. Bij de heren, dat is geworden WMC. En meedoen is net zo belangrijk als winnen. Nummer 5. Nummer 5. Dat zijn onze spelers uit de Noord, Hugo Boys. Van harte gefeliciteerd. Het wordt steeds spannender. Nummer 4. SVW Zaterdag. Wie komt hem ophalen? SVW Zaterdag. En van harte gefeliciteerd. Dan nummer 3, dat is geworden Rijgerboys. Heel van harte. Ja, en dan was de finale was tussen twee rivalen, SVW en KSV. En het was een wedstrijd van de keepers. En de tweede is geworden de SVW Zondag. Van harte gefeliciteerd. En dan de beste van dit toernooi. Ze spelen in mijn achtertuin. Gefeliciteerd!
met de grote oren. En ik wens jullie nog allemaal een prettig feest en denk een beetje aan die anderhalf. Ja.